Het is de reis van zijn leven. Avonturier Joeri Klaver vertrekt zondag voor het tweede gedeelte van de Arctic Venture. Met zijn kajak achter zich aanslepend gaat hij verder waar hij de vorige keer is gestopt. Op naar Groenland. Mooier bestaat niet. Het is een heel groot gebied. Het is een soort andere planeet. En het is met zo'n kajak vol met spullen. En je kunt gewoon helemaal zelf je eigen weg gaan zoals je wil. Het is de enorme vrijheid eigenlijk. Het is gewoon nog de grootste soort van vrijheid die je kan voorstellen. Maar het is ook een tocht met de nodige beren op de weg, letterlijk en figuurlijk. Want er zijn inderdaad hongerige beren, maar ook het smeltende ijs is een gevaar. Het thuisfront ligt er af en toe best wakker van. Ja, hij heeft ooit tegen me gezegd, maar moet ik dan doodgaan op een kantoor? En dan snap ik het. En dan heb ik ook gezegd, kind, volg je hart en doe wat je prachtig vindt. Je leeft maar één keer. Zo is het. Als Joeri het eindpunt haalt, zal hij de eerste mens zijn die deze tocht in zijn eentje heeft ondernomen. Een reis waar je zowel fysiek als mentaal topfit voor moet zijn. En ook wel een beetje gek natuurlijk. Ja, wat is gek, hè? We hebben allemaal onze... Kijk, het gaat erom van... Ik ben van mening dat een tegenslag, daar word je beter van. Daar word je een goed mens van. En iedereen heeft tegenslagen in zijn leven. En ik kies die tegenslagen waar ik zelf van vind dat ik die moet overwinnen. Het eten, vooral oplosvoedsel, neemt Joeri zelf mee. Hij gaat de warme hap van moeders en een koud biertje dan ook het meeste missen. Dat soort dingen mis je natuurlijk. Ja, dat is vervelend. Maar ja, als je weer thuis komt, dan geniet je daar weer 100 keer meer van natuurlijk. Maar goed, voordat je aan het bier kan, eerst maar eventjes trainen nog, hè? Ja, we gaan even het klimduin op en neer rennen. Nou, succes!